Heel Nederland kan eieren vinden met Pasen. Dus ook hier op Ameland. Jannie Boelens vond een aantal eieren. Eentje daarvan was goed voor 1 minuut gratis boodschappen doen. We hebben vanmiddag eventjes samen de winkel inspecteerd. Ja. Dus ik hoop dat ik wel voor 100 of 150 euro kan bij elkaar grabbelen. Wat meer? Nog. Leg de lat hoog. De kledder lag niet zo hoog, dus ik vind het heel spannend. Wat leuk. Ja, het is wel heel leuk, maar ik vind het heel spannend. Ik ben ook nerveus. En waar heb je het ei eigenlijk gevonden? Bij ons in de straat, Molenplaat. En bij de Zuiderspruit, daar lagen ze. Dus één van die eieren, ik had een stuk of 8-9. Oké, en wat voor prijzen waren er nou meer bij? Ik had olijfolie en wat snoep en badschuim en een fris, wc-fris of iets. Ja, dus ik had ook nog wat kleine prijsjes en de grote prijs. Ik ben hartstikke blij mee. Ja, heel leuk. Vond je het gaan? Nou, fantastisch, maar wat te kort. Je denkt dat je meer kan doen in een minuut, maar moet kijken wat een wenst.